Dit is Flevoland van zaterdag 31 december. Minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jesilgus Sigerius, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne in Almere Poort. Hoi, Jim de Valk. Goedemorgen. Via een videoverbinding sprak ze met brandweerlieden van alle kazernes in Almere. Eerder op de dag bezocht ze ook een politiebureau in Almere. Met het bezoek wil de bewindspersoon de medewerkers van de verschillende hulpdiensten een hart onder de riem steken voor de komende jaarwisseling. Ik vind het belangrijk om het hele jaar door te doen, maar met oud en nieuw is er wel echt extra aandacht voor. Als je kijkt naar de politie, naar de brandweer, maar ook ambulancediensten bijvoorbeeld. Het zijn mensen die de hele dag, maar ook vannacht, voor ons aan de slag gaan om ons veilig te houden, terwijl wij proosten op een nieuw jaar. En ik zou heel graag willen dat dat ook op een veilige en fijne manier zou gebeuren. Maar ik weet ook dat er excessen zullen zijn, dat weten we van afgelopen jaren. Dat hulpverleners ook belaagd zullen worden, vind ik verschrikkelijk. Dus ik wilde hen heel graag ook zelf spreken en ook zelf heel veel succes wensen vanavond. Ook heeft de minister een boodschap voor mensen die hulpdiensten tijdens de jaarwisseling hinderen of aanvallen. Op het moment dat jij een hulpverlener die daar staat voor jouw veiligheid, voor jouw vrijheid, voor jouw gezondheid belaagt, dan moet je ook echt flink aangepakt worden. Dus we kunnen ook veel zwaarder straffen dan normaal op het moment dat je hulpverleners aanpakt, aanvalt. We kunnen ook, omdat het de jaarwisseling wordt gezien als een evenement. En dat betekent dat we ook zwaarder kunnen straffen, ook als het niet gaat bijvoorbeeld over belaging van hulpverleners, maar als je andere rottigheid uithaalt. Maar weet je, uiteindelijk denk erover na. Politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel, zijn allemaal mensen die ook graag veilig thuis zullen kunnen keren naar hun gezin, naar hun familie, naar hun vrienden. En zij zijn aan het werk voor jou, zodat jij een mooie avond hebt. Dus geen enkel excuus, te veel gedronken of whatever. Je houdt je gewoon aan de regels, aan de wet en je belaagt hulpverleners niet. En anders kan je de rest van je leven consequenties aan ondervinden, omdat je ook echt zwaar gestraft kunt worden. Ook waarnemend burgemeester Ank Bijleveld deed een ronde langs verschillende posten van hulpverleningsdiensten in Almere en bracht oliebollen mee. Ja, het is een avond dat de meeste mensen natuurlijk gewoon graag thuis willen zijn, hè, met hun familie of vrienden. En deze mensen moeten werken op deze avond. En het is niet de eenvoudigste avond. Het is best wel een gevaarlijke avond. Daar hebben we het net ook over gehad met de minister. Zeker met slecht weer. Een heleboel is wel verboden aan vuurwerk. Maar we zien het toch overal opduiken. Nou, dat kan heel veel effect hebben. Je ziet ook dat mensen, doordat ze veel drinken op deze avonden, ook ons ambulancepersoneel, maar ook onze brandweermensen die dan gelukkig nog net met iets meer mensen zijn, toch niet zo vriendelijk bejegenen, laten we het zomaar zeggen, en soms aanvallen. Ja, dat mag niet, moeten we ook niet tolereren, maar het gebeurt wel. En dan is het belangrijk dat wij deze hulpverleners gewoon allemaal even een hart onder de riem steken. Het bezoek van Jesilgus Sigerius en Bijleveld wordt gewaardeerd door de brandweerlieden van dienst. Vandaag de minister op bezoek. Wat geeft dat voor gevoel? Nou, goed gevoel. Het is belangrijk dat er aandacht is voor ons werk. Oud en nieuw is altijd een bijzondere dag voor ons, waarbij we paraat staan voor allerlei soorten incidenten. Naast de gebruikelijke incidenten, de vuurwerkgerelateerde incidenten. En daarbij is ook altijd drank in het spel, lopen er bijzondere gevaren. Dus het is goed dat er aandacht voor is. Zoals altijd wordt er in de Noordoostpolder op de laatste dag van het jaar karbiet geschoten. Gebeurde dat vroeger altijd met een deksel? Sinds een paar jaar gebeurt dat steeds vaker met een bal, omdat dat veiliger is. Het is alleen minder gevaarlijk. Anders komt zo'n harde dekselkant tegen iemands hoofd en komen als er straks iemand op het veld loopt. En dan zit het misschien het makkelijkst. Ja, vroeger was het met een deksel het karbiet schieten, nu is dat met een voetbal. Ja. Hoe is dat? Ja, ik vind deksel wel leuker, want dat is wat. Ja, dat gaat wat harder dan dit. Schiet wat harder weg. In plaats van een bal. Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder deed een rondje langs de dorpen om aandacht te vragen voor de bokcampagne. Bewust oplettende karbietknaller. Nou, eigenlijk houdt het gewoon in van dat karbiet schieten is een heel mooie traditie in het noorden en oosten van het land. Willen we graag zo houden, maar dan willen we graag zo veilig mogelijk. Je ziet het hier ook achter me. Keurig met rood-witte linten, gehoorbescherming, die had ik vorig jaar uitgedeeld, deze. En dit jaar de bal. We hebben in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, hebben wij de deksels echt maar eruit gehaald om te vervangen door een bal. En uiteraard ging de Groot ook even karbiet schieten met een bal. Men denkt altijd dat het alleen maar met een deksel kan. Heel veel denken dat, laat ik het zo zeggen. Maar met een bal krijg je nog een veel mooiere knal. Dus het beste knal met een bal. Al is daar niet iedereen het mee eens. Maar de deksel die gaat ook niet zo, die vliegt ook niet zo heel ver weg in plaats van een bal. Daarom hebben we daar ook scooters staan, rijden we gewoon de hele tijd heen en weer. Ja, dat werkt wel beter. Maar ik heb liever een deksel, maar ja.
De Almeerse stadsreiniging heeft het vandaag druk gehad met het afsluiten van bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers. Dit om schade door vuurwerk te voorkomen. Nou ja, in het verleden heeft men dus gewoon vuurwerk in de ondergrondse containers gegooid. Dat heeft dusdanig grote schade gebracht. Dat willen we niet. Dat willen we echt niet meer. Een team van medewerkers gaat daarom langs alle 1600 ondergrondse containers om deze met een stalen plaat af te sluiten of door de containers van binnenuit te vergrendelen. Ja, wat kunnen dan de gevolgen zijn als mensen vuurwerk in de containers gooien? Daar kunnen grote schades van ontstaan, of voor brand. Ja. Als dat niet gebeurt, wat zouden dan achteraf de kosten kunnen zijn? Poeh, dat is een hele goede vraag. Te denken aan ongeveer, ja, wel in de duizenden euro's gaat het kosten, ja. De bakken gaan op 2 januari weer open. Het was vandaag de warmste oudejaarsdag ooit gemeten in de provincie. Om 11 uur steeg het kwik bij de officiële meting van het KNMI bij Lelystad Airport naar 14,0 graden Celsius. De temperatuur kwam daarmee boven het oude record van 13,7 graden. Dat record werd vorig jaar gevestigd. Ook elders in het land is het zeer zacht en worden diverse records verbroken. De hoge temperaturen worden veroorzaakt door een warme zuidwestelijke stroming. Voetbalvereniging AC Waterwijk heeft het zaalvoetbaltoernooi de Wintercup gewonnen. Tijdens de Wintercup namen teams in elke leeftijdscategorie van verschillende Almeerse voetbalclubs het tegen elkaar op in Sporthal Waterwijk in Almere. Het is traditiegetrouw een kampioenschap voor alle amateurclubs uit de stad. Maar helaas kwamen er maar 4 van de 6 verenigingen in actie dit jaar. Forza Almere die heeft helaas te weinig teams om eraan deel te nemen. En Sporting Almere die is momenteel bezig met de wederopbouw van de vereniging. En daar past het momenteel niet in de plannen. Dus helaas konden zij dit jaar niet deelnemen. En ik hoop echt van harte dat ze volgend jaar wel weer van de partij zullen zijn. We kunnen dit jaar dus spreken van een afgeslankte vorm. Want dit jaar werd er ook niet gespeeld, zoals de vorige edities wel, gebeurde met boarding langs de kant. Je ziet dit op beelden uit 2019. Zie het als een tussenjaar. Wat mij betreft is het volgend jaar gewoon weer volle kracht vooruit. Samen met de vereniging om er weer iets moois van te maken. En dan weer ouderwets, de Wintercup zoals we hem kenden? Nee. Ik vind vanuit de basis willen we Wintercup wel houden zoals het is. Maar een eigen feestje, een eigen omhulsel. En een feest van voor Almere, door Almere. Wat voor omhulsel moet dat zijn? Kun je al iets zeggen? Jazeker. Je wil er een feestje van maken. Dat het een toernooi is waarbij je aanwezig wil zijn. En dat je er baalt van dat je er niet aanwezig kunt zijn. Dus denk aan sfeermakers. Misschien iets van een DJ, sponsoren. De boarding natuurlijk weer terug. Dat het echt een happening van het jaar gaat worden. Het toernooi van Almere. Er wordt in 2023 geen volwaardige Zuiderzeerally gehouden in Emmeloord. Het organisatieteam van het autosportevenement is de laatste jaren uiteengevallen. En er wordt op dit moment nog gezocht naar nieuwe leden die de editie van 2024 kunnen organiseren. Wouter Koendring van de stichting de Rally Foundation laat weten dat er komend jaar misschien wel een rally sprint op het bedrijventerrein Nagelenweg in Emmeloord kan worden gehouden. Een rally sprint is een klein evenement met minder rallyproeven. In Zeewolde wordt er komend jaar wel een rally meetellend voor het kampioenschap gehouden. Visual Art Rally is nieuw op de kalender. Er worden op zaterdag 1 april klassementsproeven gehouden in de gemeenten Zeewolde, Nunspeet en Harderwijk. De rally was er al eerder. Die is natuurlijk voor corona ook gereden in de regio Barneveld en dergelijke. En wij zijn zelf nu met het bedrijf in Zeewolde gevestigd. Ja, dan wil je toch kijken om het lokaal te krijgen. En toen hebben we gezegd, gaan we hier eens kijken of we de rally kunnen plaatsen. Lukte dat makkelijk? Nou, de ideeën zijn heel snel gemaakt en het enthousiasme van ondernemers in de regio is natuurlijk ook groot. We hebben met de gemeentes aan tafel gezeten en daar liggen nu de aanvragen. En ze zijn positief. Het is voor hun natuurlijk ook allemaal een geheel nieuw iets. Ja, dus de puntjes worden op de i gezet, het is nog niet helemaal rond? Nee, kijk, je bent altijd afhankelijk van factoren waar je zelf ook geen invloed op hebt. Maar in principe, de insteek is er van bij alle partijen om het te kunnen realiseren. En daar zijn we nu druk mee bezig met alle voorbereidingen. Maar ja, voorbereidingen, dat praat je gauw over 3-4 maanden. De insteek van ons is inderdaad om het verder te laten groeien in de komende jaren naar meerdere proeven en ook andere gemeentes erbij te betrekken. Het is zeker niet een eenmalig iets wat we hier willen organiseren. Wat gaat de Flevolander, de Zeewoldenaar, hiervan merken? Veel. Als het aan ons ligt gaan ze er veel van merken. We willen gewoon dat het een feest wordt.
En dat iedereen op een hele leuke manier kennis kan maken met de rallysport. En er zit zoveel omheen en dat willen we dus ook creëren. Dat dus ondernemers erbij betrokken zijn, de inwoners er plezier van hebben. Ja, dat het gewoon echt voor alle leeftijden ook een feestje gaat worden. Nog even werken in de winkel. Maar op 1 april moet er een rally worden gehouden met Zeewolde als start- en finishplaats.